Hoe ging het uh, vanmorgen? Ja, dat is een uh, dikke verrassing, want uh, ik wist niet wat me, uh, ja, wat me overkwam. Jullie hebben hem uh, echt uh, overvallen, hè? dat is altijd de bedoeling met, uh, met de pieper? Ja, er, uh, vaak zien ze, het, uh, zien ze niet aankomen. Dus uh, dat is altijd wel mooi als je naar binnen komt en dat iemand uh, ja, toch helemaal versteld is van uh, wat, wat, ja, wat gebeurt hier. Maar jullie doen dat met, uh, met een bepaalde bedoeling, hè? dat je van tevoren even uh, langs gaat. Kun je dat even uitleggen? Ja, wij zijn uh, elk jaar op zoek naar iemand die uh, heel veel voor de gemeenschap doet, maar eigenlijk nog nooit in zonnetjes gezet. En uh, ja, we doen altijd een oproep in de Fox of in, uh, via Facebook om, uh, om namen door te sturen van mensen en dit jaar hebben we ook heel veel inzendingen weer gehad. En uh, toch kwam Jos daar uh, vaker uh, in voor. Dus daarom ben ik besloten om dit jaar Jos de Gouden Pieper te, te gaan geven. Ja, er schiet dus me natuurlijk niet zo heel veel te binnen. Maar een beetje vanaf begin begin, dan is voor de sportvereniging hier in Zenderen, Ben ik jarenlang jeugdleden geweest. denk ik van 16, 17 jaar En uh, jeugd ook jaren. En uh, in het bestuur gezeten, in het AB. Ja, uh, sponsoring gedaan. Uh, nou, voor de ijsbaan heb ik veel gedaan. Uh, voor de carnaval uh, van alles. Uh, voor de wielenclub, uh, noem maar op, uh, ja, ik ben overal eigenlijk wel een beetje bij betrokken. En ik hoorde dat je ook bouwcoördinator bent geweest. Ja, dat klopt. Hier bij het sportcomplex. Uh, met een paar mensen hebben we dat uh, complex uh, kunnen realiseren. Natuurlijk ook met heel veel, veel uh, vrijwilligers samen, maar we hebben de kar getrokken daar. Nou, dat is heel wat hè. Soms zou je denken van uh, ben je ook nog thuis. Maar dat kan ook nog wel. Ja, dat, uh, dat kan altijd nog wel. Uh, iedereen is hier wel vrij actief, dus uh, het is niet vreemd. En ik denk ook, vooral hier in, uh, in Zenderen, dat het wel heel erg belangrijk is dat je de steun van de bevolking erbij hebt, of niet? Kun je daar iets van vertellen? Want jij zit natuurlijk ook hier uh, bij de Jonkers. Ja, dat, uh, dat klopt. Zenderen is een klein dorpje natuurlijk en dan moet je een beetje van elkaar hebben. En uh, dan hebben we heel veel aan uh, mensen zoals Jas natuurlijk. Uh, ja, voor drie jaar geleden zijn we eigenlijk met het idee gekomen om iets te doen voor de gemeenschap. En uh, een beetje om tafel gezeten met, met de rest van de uh, Oud Jonkergade. Om toch een uh, onderscheiding in het leven te roepen wat eigenlijk nog niet in Zenderen hier is. En uh, na nou, ja, een paar avonden bij elkaar te uh, hebben gezeten uh, nou, is dit, uh, dit eruit gekomen. En 27 uh, december wordt hij uitgereikt. Door wie wordt hij uitgereikt? Uh, door onze voorzitter. En volgens mij is de burgemeester er ook bij. Oh ja, sorry. Ja, dat klopt. Ja, die, uh, die heeft uh, de tijd genomen om erbij te zijn. Dus dat is natuurlijk ook voor Jos uh, mooi. Dat zegt wel iets, denk ik. Dat gaat straks gebeuren. Ben je al een beetje zenuwachtig voor de 27 Ik ben nu al zenuwachtig, dus, wat dat betreft. Maar dat gaat goed komen. Dus, uh, ik ben toch altijd aanwezig, dus uh, nu sta ik op een andere plek. Maar hoe voelt dat nu als ze jou uitgekozen hebben? Ja, heel een paar. Dus uh, ja, iedereen super bedankt. Best wel een beetje trots op? Ja, zeker. Een stukje waardering. Mm -hmm. ja. Maar er zijn heel veel mensen zoals ik, dus uh, ik ben niet de enige. Zal onder andere Gerard van den Hengel jullie avond toespringen en je de Gouden Pieper uitreiken?